Philips van Welten. Van Wetten. Ik neem het je niet kwalijk. Goedemiddag, lieve mensen. Ik heb voor u er een tweedelig gedicht. Het eerste is een sonnet. Het gaat over een bejaard, dementerend hippie meisje. Maar in dat sonnet wordt er staat een verwijzing naar een ander gedicht. En dat heet Tournesol. Wat was het heet die juli nacht? De Gaulle was toen nog aan de macht. Het was volle maan, zo weet ik nog. En jij onthulde je bedrog. Op een veld vol jonge zonnebloemen hoorden wij de wespen zoemen. Je adem stonk naar look en teer. Ik zoende je voor de laatste keer. Je bloed kon ik al drinken zo zoet. Maar een wesp stak jou toen in je voet. Ik sloeg je in de maneschijn. Het beest was dood en jij leed pijn. De bloemen het oosten toegekeerd. Je vlees door velen zo begeerd. Liet ik die ochtend achter mij. Ik schreeuwde het uit. Ik ben weer vrij. En dan gaan we nu naar het eigenlijke gedeelte. En dat is een sonnet. Bewoonster in de zon. Haar grijze paardenstaart kleurt angeliek. Ze reciteert haar favoriet gedicht. Van zonnebloemen door de maan belicht. En wespen vliegend naar hun levenspiek. Bij vlagen hoort ze flarden strijkmuziek. Het kan zelfs gebeuren dat ze wordt gesticht. Ze fluit dan wijsjes naar de zon gericht. Intens met een verzadigde mimiek. Haar zoon vindt dit geen waardig leven meer. Dat mens dat daar op het balkon geniet, is slechts een lichte schaduw van zijn moeder. Verdwenen is de dame van weleer. Die zonnebaatster zit aan haar limiet. Meng door haar yoghurt snel maar giftig poeder. Dank u wel. En nu dan het gedicht dat heet... Ook in het sonnet trouwens, generaal Karl Thorsen. Al 48 jaar ben ik een Noor, maar eigenlijk hoor ik in Engeland. Met Albion heb ik een diepe band, sinds kort ben ik de reden op het spoor. Gepromoveerd tot generaal-majoor, beveel ik troepen ergens op een strand. Een jonge officier zwoegt door het zand, bij Thor heeft deze marinier mij door. Er is in u iets wat ik vaag herken. U was toch niet mijn eerste commandant? Zo brengt de luitenant nerveus te berde. De jonge man mag weten wie ik ben. Erover zwijgen is niet meer galant. Ik meen een kind te zijn van Charles de Derde. Ja. Moeilijk, hè? En dan hersenonderzoek. De neurologen kijken naar de kinderhoofden zonder haar, met huid waarop van alles staat, wanneer verschijnt het oergevaar. De bolle ogen puilen uit, zij staren door een matte ruit. Waar is de plaats van goed en kwaad? De grote scanner ratelt luid. Wat maakt de mensheid tot de maat? Omdat zij al het leven slaat, en alles ziet als enkel buit, en zelfs haar eigen woning schaadt. Is onschuld geen halfgaar concept, alsof we met iets zijn behept, gestald in onze grijze klont, maar langzaamaan is weggeëbt. De breinen breien net een rond, de demiurg houdt laf zijn mond, laat wetenschap het werk maar doen, de stille arbeid aan het front. Wij zijn het kwade legioen, gestoorde slopers van het groen. De kikkeren maken we onklaar als schuldeloze schorpioen. Dank u wel. Philips van Wetten.